Vandaag weer eens aangeschoven in een restaurantje. Wat hier geserveerd wordt, wordt kalmegi genoemd. Kalmegi betekent ook letterlijk meel. Maar het is verzekerd dat er absoluut geen meel in zit. Kalmegi is namelijk ook de ribben aan deze kant. Nou, je hebt gezien, we hebben vuur hier, roostertje erop. We hebben bibimbap, dat is de gemixte rijst. Ja, en verder is eigenlijk gewoon heel erg recht toe recht aan. Vlees, geroosterd. Beetje saus. En opeten. Hieromheen zie je nog een goedje, dat is van ei. En daar hebben we zelf wat groenten erin gegooid. Dus dat wordt langzaam maar zeker wordt het ook gaar. Dus dat gaan we straks opeten. En nu laten we ons eerst het vlees en de bibimbap erg goed smaken.